De komende jaren zal het regelmatig een stuk rustiger zijn op de Betuwe route. De 160 kilometer lange goederen spoorlijn van de Maasvlakte langs de A15 naar Duitsland. Oorzaak is de aanleg van een nog ontbrekend stuk even voorbij Zevenaar rond Emmerich naar Oberhausen. In onze regio zal er gewerkt worden aan de verbinding van de goederen spoorlijn richting Sertogenbosch. Actiegroepen, maar ook gemeenten proberen de aanleg van de verbindingslus tussen Deil en Waardenburg tegen te houden.